Welkom bij deze nieuwe video op dit YouTube-kanaal. Vandaag gaan we het hebben over de 10 grootste restaurants uit de Efteling. Want de Efteling heeft natuurlijk verschillende restaurants. Maar niet alle mensen zullen weten waar die restaurants precies zitten. Nou, ik ga daar vandaag bij helpen en ga langs de 10 grootste restaurants van de Efteling. Ik ga niet van kleinste naar grootste, maar we beginnen bij 10 en dat is Panorama Restaurant. Ja, deze kwam ik gewoon het als eerste langs. Ja, dit is een restaurant, eigenlijk verschillende restaurants in één. Maar ook een buffetrestaurant zit hierin en een gewoon restaurant met bediening. En we gaan eigenlijk nu door naar de volgende. Deze gaat trouwens binnenkort verbouwd worden. Hier komt Laplace in en gewoon een ander restaurant. Als het goed is, een thema van de wereld van Sintbad allemaal. Op nummer 2, het zelfbedieningsrestaurant, het Witte Paard. Deze is van het laatst even in onderhoud geweest. En heeft een paar jaar geleden een hele grote upgrade gehad. En is best wel een mooi restaurant. En dan zit hier eigenlijk al meteen weer nummer 3. En dat is restaurant Het Poffertje. En dit is een poffertjesrestaurant. Ja, ik weet hier voor de rest niet heel veel over. Maar ja, dit is een van de grotere restaurants uit de Efteling. Wel al oud, zo te zien. Ik heb hier eigenlijk zelf nog nooit gegeten, dus dat wordt een keer tijd. Goed, en dan gaan we nu naar een restaurant. En dat is best wel een bijzonder restaurant. Want dat zit tegen de show aan. En vanaf daar kun je ook de show zien. En dan zit je eigenlijk een beetje exclusief naar die show te kijken. En dan hebben we hier nummertje 4. En dat is Ravelijn Restaurant. Volgens mij kan ik niet verder als dit. Want ja, hier is het hek ook gesloten. Maar daarachter dus, daar. En dan het hoekje om zit een restaurant. Het is best een groot restaurant. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar wat ik van foto's en filmpjes heb gezien is dat het echt heel mooi is. En je hebt natuurlijk ook een uitzicht op de Ravelijn Show. En dat maakt hem eigenlijk ook wel speciaal. En ja, ik zou er graag nog een keer gaan eten. Dus wellicht binnenkort. En nummertje 5 alweer is Polles Keuken. Hier ben ik wel ooit eens geweest eten. Het is een heel mooi restaurant. Leuke thematisatie. Ik vind het ook leuke muziek die er binnen afspeelt. En ja, het is gewoon een heel mooi restaurant. Lekker eten. Ik kan er niet heel veel meer over zeggen. Heeft wel een paar jaar geleden natuurlijk ook een grote upgrade gehad met Alicia's plantentuin of zoiets. Maar in ieder geval, het is dus een overdekte terras wat ze eraan hebben gezet. En wat ik van filmpjes en foto's heb gezien, ziet dat er ook al heel mooi uit. Ik ben daar zelf ook nog nooit echt binnen geweest. Ik kom niet heel vaak in restaurantjes. Zou ik meer moeten doen eigenlijk. Maar ik ben altijd hier eigenlijk voor de attracties. En ja, voor de rest niet echt iets. Dus ja, we gaan snel naar de volgende. En de volgende, daar ben ik wel fan van eigenlijk. Heb ik wel ooit dingen besteld natuurlijk, maar nooit echt daar echt gegeten. In ieder geval, dat is de Fabula restaurant. Daar gaan we eventjes nu naartoe. Nou, hier is nummertje 6 en dat is Fabula restaurant. We gaan eventjes binnen een kijkje nemen. Nou, dit is dus Fabula restaurant. Dit is een paar jaar geleden is dit verbouwd. Eerst was het Octopus. Hierboven zit nog een extra terras, die is nu helaas niet. Maar je zit eigenlijk door de hele speelwereld heen kun je zitten. En ik vind het altijd een heel mooi restaurant. Het is echt mooi gedecoreerd en echt wel topkwaliteit eigenlijk, om het zo maar te noemen. Nou, hier is nummertje 7 en dat is Pinocchio's Pizza Restaurant. Die zit daar achter. Ik kan er wel bij, maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar die zit hier achter, daar bij die huisjes. Normaal gezien is die gewoon geopend. Ik weet niet of die nu geopend is, want er zijn nogal wat werkzaamheden hier. Maar in ieder geval, daar kun je pizza's eten en zo. Dus dat is wel lekker. Nummer 7, 8 ondertussen alweer, is Bakkerij Krummel. Deze is natuurlijk pas geopend. Dit is wat mij betreft echt het mooiste restaurant van de Efteling. Qua decoratie zo is dit echt top. En het is echt tot in de puntjes uitgewerkt. Dus dit is wel echt mijn lievelingsrestaurant.
En daartegenover zit natuurlijk vrouw Bolterskuche. Deze was vroeger de Steenbok. Er zijn een paar dingetjes aan veranderd sinds dat het vrouw Bolterskuche is. Zo is er een bordje verschenen, een mooie schoorsteen. Hier die overdekte kap, zeg maar. En nu kun je hier allemaal kipgerechten en patat en zo halen. Dus ja, het is wel opgeknapt. Als ik heel eerlijk was, ik had het wat vernieuwd, echt flink vernieuwd. Het wat hoger gemaakt en zo. En ik vind die bruine rand ook maar niks. Dus die had ik weggehaald. Maar voor de rest, ja, prima restaurant. En van binnen zeker mooi. Goed, dan gaan we nu door naar het laatste restaurant. Maar dat is eigenlijk niet helemaal een restaurant. Want het zijn meerdere restaurantjes. En daarmee bedoel ik natuurlijk Station de Oost. En daar lopen we nu eventjes naartoe. Ik moet wel weer een eindje lopen en daarna weer helemaal terug. Want ik moet weer naar de ingang dan. Maar alles voor de video. En dan last best. En dat is Station de Oost. En dit is een restaurant waar ik wel vaker heb gegeten. Maar dit bestaat eigenlijk uit meerdere kraampjes waar je dan bij kunt gaan zitten. En ook overdekt. Ik vind het altijd wel een mooi restaurant. Van binnen wat minder. Maar van buiten ziet het er heel mooi uit.